Patricia Etnel, parlementariër, zegt dat van cyanide in Brokopondo met alle serieusheid benaderd moet worden door die regering. Ze vindt dat er nog te laconiek hiermee wordt omgegaan. En wanneer het te ernstig is, dan zal de regering weer snel komen met persconferenties en handelingen die zij dan willen plegen. Maar dan is het te laat. Vandaar dat Etnel de oproep doet naar de regering om dit in alle ernst, in alle serieusheid te nemen. Als ik kijk naar de wijze waarop de regering ermee is omgegaan, dan hebben we alleen maar gezien dat de president een stopzetting heeft gezet voor het gebruik van cyanide. Maar wat er daarna is gaan gebeuren, wat de regering concreet heeft gedaan, dat is nog niet duidelijk en dat is vreselijk erg. Dan meer omdat we weten dat het gebruik van cyanide en die erge vorm, om het zo te noemen, die slechte vorm van cyanide, in ons achterland al heel lang speelt. Het is niet iets van 2023. Je kan zeggen, bij kast 10 jaar is men bezig met het gebruik van cyanide en daarbij de Chinezen in het gebied. En waarom ik dat zeg, in 2016 heb ik hier in DNA, nadat docenten van het faculteit der technische wetenschappen het onder de aandacht van een heleboel DNA-leden hebben gebracht, hier in het parlement erover gesproken. Echter heeft de regering toen heel weinig gedaan. En het was toen al duidelijk dat die cyanide die de Chinezen brengen heel erg slecht is voor onze natuur. En waarom is het slecht? Wanneer je merkt de wijze waarop men omgaat met het gebruik van die cyanide om goud te vinden, is er nergens door NIMOS, door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, nu ook door ROM niet een duidelijk onderzoek gedaan. Weliswaar bestaat het ministerie van ROM nog niet eens 5 jaren. Ze zijn er pas 2 of 3 jaren. Maar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en NIMOS hebben eigenlijk heel weinig gedaan om daadwerkelijk te zeggen, en met name het ministerie van NH, omdat de kleinschalige goudsector onder NH valt, weinig hebben gedaan om aan de bel te trekken en te zeggen van luister, wat er daar gebeurt in ons achterland met ook nog kwikvervuiling is vreselijk slecht. Dus wanneer we nu anno 2023 het probleem zien en wat er allemaal gebeurt, dan verwacht je een totale houding van de regering. Ten meer omdat het allemaal Surinamers zijn die niet patsboom vanuit de hemel in het land zijn komen wonen, maar al vanaf toen er zijn en ook toen in de oppositie hebben gezeten of DNA-leden waren en bekend waren met het probleem. Dus ik vind het heel erg dat er zo wordt omgegaan met deze kwestie en ik hoop van harte dat de regering gaat inzien dat ze meer dan ooit ervoor moeten zorgen dat wanneer dit soort zaken beginnen, dat we niet beginnen te gaan kijken hoe erg het met ons buurland is en dan een heel bericht plaatsen terwijl onze mensen hier in het binnenland en het achterland van ons heel veel problemen hebben. Wat voor een empathie heb je dan met de mensen? Wat voor medeleven toon je met die Surinamers? En ik vind het heel erg om te zien hoe laks de regering omgaat met dit vraagstuk. Wat had u tenminste verwacht? Ten eerste dat de regering ter plekke is zou gaan en zou aangeven van luister. 1. We gaan sowieso als het gaat om watergebruik, dat we dat direct stopzetten. Ik zie dat SWM daar geen advies geeft. Zij vinden ze gaan door, want ze merken dat er geen cyanide in het water is. Ik weet niet hoe ze dat allemaal kunnen vastleggen, want ik vind, je moet op meerdere plekken dichtbij het water, want ik denk niet dat die waterleiding buis vanuit bij Brokopondo, dat het vanuit een bepaalde afstand loopt en dat je, weet je, het heeft een langere afstand, dus je zou meer onderzoek moeten doen. Maar uit voorzorgsmaatregelen zou je moeten zeggen van luister, geen water uit de kraan, we gaan nu nagaan wat er moet gebeuren. Verder zou het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen samen met het ministerie van ROM en de president na moeten gaan hoe zij ervoor zorgen dat ze het cyanide import per direct stopzetten met een fikse boete. Ja toch? De president kan heel snel een presidentieel besluit doen uitvaardigen dat heel zwaar telt. Ja toch? Hij hoeft niet te wachten op een wet. Ja? En dat je een fikse boete zet dat er per direct
een informatiebijeenkomst komt voor de mensen binnen de kleinschalige gootsector, om ze erop te wijzen wat de gevaren zijn van cyanide. Verder dat er een onderzoek wordt gedaan en dan moet nagegaan worden of we NIMOS bij betrekken of alleen NH. Om na te gaan hoe groot de vervuiling is van die cyanide in het gebied. Omdat we weten dat het al bijna 10 jaar speelt. En wat er is, mensen gaan heel gewoon zeggen, je gaat de regering gaat zeggen van ja, wanneer die cyanide geïmporteerd wordt, dan merk je dat wanneer ze het gaan testen, dat het van een bepaald zwak gehalte is. Maar ik denk ook dat de president, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de rest van de actoren weten dat wanneer je lood om cyanide zet, dan breekt het eigenlijk die sterkte af, om het zo te zeggen. Maar het moment dat je die cyanide in het gebied brengt, in die open lucht, en je gaat ermee werken, gaan er bepaalde stoffen ontstaan. Want kwik moet je goud kunnen aantrekken, toch? En je gaat het niet met een zwak middel doen. Dus je gaat ervoor moeten zorgen dat er een proces komt zodat die cyanide kan gaan werken. Maar wie controleert dat proces? Wie controleert hoe de mensen in het achterland werken om die cyanide om te zetten in een bepaalde stof, zodat het zodat het goud kan aantrekken. Wie controleert dat? Niemand. Niemand controleert dat. Dus controle is het grootste probleem hier. Absoluut. En niet alleen, maar we hebben het gezien met kwikverbruik toch. Bij de behandeling van het Minamata-verdrag hebben we toch gezien hoe erg het is met ons kwikverbruik in Suriname. En dan is het niet alleen maar in ons achterland, vlak hier ook in Paramaribo. Toch zien we wat er allemaal gebeurt met de verdamping van kwik. Toch? En we weten, in ons achterland worden de gebieden vervuild met kwik en nu ook met cyanide. Dus ik ben de mening toegedaan dat de regering met veel meer voortvarendheid deze kwestie moet aanpakken. En nadat je dan een rapport hebt opgemaakt, dan moet je nagaan van oké, hoe gaan we dat gebied weer zuiveren? En daar hebben we dan het model van een Rosebel Gold Mines, want we weten dat Rosebel ook met cyanide werkt, maar zij werken met een soort bezin, toch? Een soort een systeem waarin ze het zetten en met water en modder en alles zorgen ze voor een bepaalde zuivering dat het weer afbreekt. Nou, dan moeten we nagaan, wat gaan we doen? Toch, want we kunnen het toch niet zo laten? We kunnen het niet zo laten. En het gevoel wat mij bedruipt is dat deze regering, net als wat ik eerder zei, ze gaan hier lakser mee om. En wanneer de grote gevaren komen, dan ga je plotseling zien dat men gaat rennen met persconferentie, met een heleboel geweldige dingen. Maar dan is het te laat. Het is te laat. Dit soort zaken moeten we per direct aanpakken. En ik had per direct een presidentieel besluit moeten zien uitvaardigen door de president. En per direct had hij het bekend moeten maken. En per direct had hij met alle mensen binnen die kleinschalige goudsector moeten praten. En zij die zich schuldig maken aan het gebruik van deze gifstoffen, per direct hun concessies intrekken en een fikse boete. Met heel veel geld, en als je het niet betaalt, ga je in de gevangenis. Mooi dat u dat aanhaalt, mevrouw Etnel. Zij die zich daaraan schuldig hebben gemaakt om het zo in het open te laten, die gaan gewoon vrij uit. Dus ik hoor dat mensen zijn opgepakt. De korpschef is uitgekomen van ja, ze hebben uiteindelijk een Chinees gevonden. Wie die Chinees is, weten we ook niet. En dat vind ik ook raar. Ik bedoel, mensen die ons milieu vervuilen, die ons land vies maken, die ons land eigenlijk vernietigen, om het zo te noemen, gaan we geen namen noemen. Maar wanneer we niet deze mensen hun initialen moeten zetten, zetten we ze met foto en al. Ik bedoel, landvernietigers. Moet je exposen. We moeten weten wie onze landvernietigers zijn. Want ze vernietigen het land, maar ook onze toekomst voor onze kleinkinderen, voor onze achterkleinkinderen. Dus we moeten weten wie ze zijn. Toch, wat is je beleid met dat soort zaken? Dus ik vind het allemaal zo vreemd, zo raar. Het lijkt alsof er enge belangen ergens worden gediend. Heilige huisjes worden heilig gehouden. Onontbroken die onze oppen. Gaan we zo om met de belangen van dit land? Gaan we zo om met de toekomst van dit mooie land? Dat kan toch niet? En wanneer je praat, dan denk je nog libi. Wel, meer takieren. En ga dan met mijn knaan klappen, want ik hou niet van dit soort dingen. Ik vind het heel erg wat er met dit land gebeurt. Dus ik vind, dit soort mensen moeten we exposen. Suriname en de Surinamers moeten zien wie ze zijn. Als ze nou Surinamers zijn, als ze nou buitenlanders zijn, je mag het land niet vernietigen. Klaar, punt uit. En de statement waarmee de milieuminister naar buiten is gekomen, dat zaken nog onderzocht worden
en dat het water wel veilig is om te drinken. Wat vindt u zelf daarvan? Kijk, ik weet niet hoe de minister dat kan stellen. Ik heb het al eerder gezegd. De manier waarop die cyanide wordt verwerkt om dat goud te vinden, daar is geen duidelijkheid. De minister kan dat nooit zeggen, wat hij heeft dat nooit onderzocht. Never nooit. Dus je kan niet praten over een veilige omgeving. Never nooit. Ten meer ook omdat er niet alleen maar cyanide, maar ook kwik wordt verbruikt en gebruikt in dat gebied. Dus ik snap niet hoe de minister kan praten over een veilige omgeving. Van waar haalt hij die theorie en die wijsheid om dat te zeggen? Als hij vindt dat het drinkwater wel veilig is, dan zou ik hem aanbevelen. Ga op meerdere punten dan watertesten doen en blijf het doen. Zodat je die mensen kan informeren. Want we weten ook dat het water vanuit het Stuwmeer, los van die cyanide, toch, omdat er heel veel kwik is in het water, toch, in de verschillende kreken, dat het water in ons Stuwmeer niet gezond is. Dat weten we toch ook. En dat er systemen worden gebruikt om het gezond te maken. We weten dat ook. We hoeven dat niet onder stoelen of banken te schuilen. We weten het. Toch? En de kwestie speelde vanaf de vorige regering, toen ze vanuit het Stuwmeer water zouden pompen voor de mensen. Toen was het al duidelijk dat het water niet gezond was. En dat de mensen zich gisteren een beetje anders vinden van de bewoners, hebben zich onbeleefd opgesteld tegenover de minister. Zegt u dat werkelijk zo is of zegt u dat gewoon de emoties zijn die nu opgeleid zijn? Kijk, we moeten altijd correct blijven. Het bevoegd gezag is het bevoegd gezag. Wanneer het bevoegd gezag komt, dan gaan we luisteren. Kijk, we mogen nog zo boos zijn, we mogen nog zo verhit zijn. Maar het bevoegd gezag is het bevoegd gezag. En we moeten daar rekening mee houden. Net zoals we weten dat de tribale volken en de inheemsen, hoe boos ze ook mochten zijn op de gramang, de kapitein of de basha, wanneer de gramang komt, dan dienen we respect voor de gramang te hebben. Dan gaan we niet schreeuwen en weglopen en zeggen, ja, we willen naar de gramang luisteren. Nee, dan weten we dat conform de traditionele leefregels, dat wij respect tonen. Toch, de minister is daar, laten we met de minister praten. En dan even trobi, atake taki, taki. Maar met asango dat we kunnen een oplossing. Want nu, if u allemaal horen, wat hebben we opgelost? Niks. Dan iedereen blijft zonder een oplossing daar. En daar ben ik absoluut geen voorstander van. We moeten de zaken oplossen. Het bevoegd gezag is aanwezig. En dan gaan we luisteren. We gaan aan tafel zitten. Hoe verhit of boos we ook zijn. We gaan luisteren naar elkaar. Want door te luisteren naar elkaar. Door met elkaar te praten. En met elkaar te discussiëren. Komen er oplossingen, komen er systemen waar we naartoe moeten gaan. Ja, we hebben niks eraan als we allemaal boos zijn en dan in mijn takje toe in een straat. Ati bron, neem ik boontje. Dus wanneer we boos zijn, kunnen we nooit tot een gelijk komen en we kunnen nooit tot een oplossing komen. En dat hebben we nu wel nodig. Wat moeten de lessons learned hieruit zijn? Kijk, de lessons learned. Goed beleid is een vereiste. Transparantie is een must. Duidelijkheid is een gegeven en een correcte benadering is de basis. Wanneer deze zaken er niet zijn, dan krijg je een heleboel excessen die niet nodig zijn. We willen een heleboel doen. We weten de wet speelt nu met betrekking tot de grondrechten van de tribalen en de inheemsen. Een wet dat moet komen. Maar wanneer we elkaar niet kunnen begrijpen, wanneer we in een Babylonische spraakverwarring verkeren, gaan wij niet komen tot een oplossing. Wanneer we niet beiden kunnen zeggen van, hé, mi is koi van futu kafesi, je is koi van futu kafesi, dat zo we biji waka. If allemaal knap hoe dat horen futu stijf naar grond, nou wama non kom vooruit. Want alles gaat voorbij gaan, maar we weten van, hé, zo moet dat zijn. De regering moet beleid maken. Het is Gods onmogelijk. Dat je niet weet wat er in je achterland gebeurt. Dat je moet aanhoren dat bijna 14 miljoen toch kilogram of zoiets aan cyanide, heb ik begrepen, het land is binnengekomen. Zonder onderzoek, zonder duidelijkheid. Ik bedoel, als er zoveel cyanide het land binnenkomt, dan moet je toch al gaan zeggen van, hey, ik moet beleid gaan maken. Want wat gebeurt er met die cyanide?
En dan kan, ook al is het Rosabel die het gebruikt, we moeten controle gaan uitvoeren. We moeten weten wat er gebeurt met ons land. Toch? Want anders krijgen we dezelfde episode met een Alcoa die nu vindt dat zij die hele milieuzaken zelf willen doen. Toch? Want we weten niet wat ze allemaal hebben gedaan. We moeten dit soort dingen voorkomen.